met een loting een andere instructeur aan mij toebedeeld werd. Ja. Merci. Oh, wat gezellig. Rad van Fortuin hier in mijn zadelkamer staan. Hij nu nog dat schil... Wow. Goedemiddag allemaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Maar ik ben boos. Want ik ging even snel naar de stad toe. Laatste voorbereiding halen voor de bruiloft die ik vanavond heb. En ik dacht, ik ga heel even snel de kapper in om mijn haar te laten krullen. Maar dit is het geworden. En ik vind het echt verschrikkelijk. Ik snap niet dat een kapper zoiets lelijks van mijn haar kan maken. Ik had nog gezegd, ik wil het eigenlijk in een staart graag doen. Dus wat je krijgt als ik een staart ga doen. Want als ik het zeg maar in een staart doe, dan ga ik er niet heel de avond aan zitten. Dan zie je dus hier nog steeds een krul zitten. Dus ik ga mijn haar maar weer opnieuw wassen en dan ga ik het maar zelf doen. Oké, Esmee kwam net de hakker ophalen en ik heb advies van haar uitgeworsteld. En dit is dus een beetje zoals ik het bedoelde als ik het in een staart doe. En ik denk dat het me uitgroeien valt echt heel erg op deze manier. Ik denk dat dit redelijk ermee door kan. Ik denk niet dat ik hem hoef te wassen, dus daar ben ik best wel blij mee. Dit mag nog ietsjes uitzakken, maar dat gaat het natuurlijk zeker nog doen, want het is nog vroeg. En dan heb ik zo deze plukjes eruit gehaald, hier zo. Ik heb dit een beetje naar beneden getrokken. Ik heb dus hier zo mijn scheiding verbrand. Je ziet het daardoor wel echt heel erg goed zitten. Dat is een beetje jammer. En ik heb dus nieuwe oorbellen gekocht, want ik had dus weer, was ik er eentje kwijtgeraakt. Alleen nog de twijfel of ik dan dit staafje met dit hangertje omruil. Want ik heb nu zeg maar die dan achter en dan deze aan de voorkant. Ik heb het hier andersom zitten. Maar misschien laat ik die meiden straks het uit eten wel beslissen dat ik het dan nog omruil. Of ik laat het gewoon... Nee, oké. Okay. Normaal vind ik het niet heel erg om twee verschillende oorbellen in te houden. Maar misschien voor een bruiloft is het wel mooier om niet te doen. Zo zie je het trouwens iets beter met het licht. Met hoe het eruit zit. Ziet. Ik ga even kijken hoe lang het rijden is naar het restaurant. En dan... ga ik straks maar eens meer gaan doen. Nou, dit is de final look geworden. Jurkje komt van Naked. Ik heb deze hakken eronder aan. Komt ook van Naked. Maar die doe ik nu. Ik heb ze ook nog niet goed aan zitten hoor. Maar ik doe ze nu nog even niet aan. Want anders kan ik er vanavond ook niet meer op lopen. We gaan eerst uit eten. Dus ik doe gewoon mijn birkies lekker eronder aan. Ik heb ook even hetzelfde kleurtje op mijn nagels gedaan. Hij is wel vrij. Zeg maar dat onderjurkje is echt best wel kort. Maar ja, het is gelukkig een avondfeestje. Dus als het donker is, dan ziet niemand dat meer. Ik moet even uitkijken dat mijn plak BH niet te zien is. Nou, haar zo. Kettingje om, ring om. Armbandje om. Dus dan kunnen we gaan. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Hallo, het is de volgende dag. Ik zit gewoon weer in mijn oude vertrouwde kloffie. Mijn paardrijkleding in plaats van een jurk. Ik heb nog wel mijn nagellak erop zitten. Maar ja, de laatste keer dat ik mijn nagels heb gelakt. Ik was ongeveer de middelbare school, dus ik heb natuurlijk uiteraard geen nagellak remover in huis. Maar dat maakt niet uit, dat slijt er vanzelf wel een keer af, denk ik. Nou, gisteren was de bruiloft natuurlijk echt ontzettend leuk. Echt heel erg genoten en gewoon hartstikke leuk. Want Karin kennen jullie natuurlijk van YouTube Weekje Vlogs. Dat is onze eerste vriendin die dus getrouwd is. Nou, ik ben dan misschien de volgende, ook al gaan wij waarschijnlijk pas in 2024 trouwen. Dus wie weet komt er nog iemand tussendoor. Bijna iedereen op... Oh, maar een enkele na, die heeft volgens mij een relatie nu. Maar, nou goed, vandaag stond op de planning een dressuurles. Ik ben bij Mireille op stal, bij de Tact Academy. Heb ik natuurlijk ook de werk aan de handopleiding gedaan. Maar Astrid die doet niveau 4 hier zo. Astrid, mijn dressuurinstructie. En ze hadden vandaag en gisteren hadden ze dan een dag dat ze andere mensen, andere combinaties die ze zelf moesten aanleveren. Maar dan met een loting ging dus een andere... instructeur die deze opleiding doet, ging dan jou lesgeven. Dus ik werd door een man, Humphrey, kreeg ik les. Alleen het ding met Humphrey was, hij gaf echt heel fijn les. Ik denk zeg maar ook voordat ik Astrid ooit had ontmoet, dat ik er heel veel aan had gehad. Maar eigenlijk ben ik samen met Astrid al verder in onze opleiding dan dat Humphrey zeg maar mij kon begeleiden. Dus eigenlijk was het eerder dat ik hem een soort van aan het helpen was. En dus daarna heeft Astrid het even overgenomen om te laten zien hoe wij altijd les hebben. En daar heeft iedereen, ja, had er hele positieve reacties op. En Mardi liep super fijn. Dus dat is natuurlijk alleen maar echt heel prettig. En Astrid moest dus andere combinaties lesgeven. Als het goed is had Astrid wel een stukje voor mij gefilmd met haar telefoon. Maar dat moet ik nog eventjes ontvangen. Ja, maar die wil graag gras eten. Wacht nou schat, ik moet even dat hek dicht doen. Dat is allemaal niet handig.
vloggen, een hek dicht doen en een paard vasthouden. Die heel graag wil gras eten tegelijkertijd. Maar aangezien Empe natuurlijk maar 10 minuutjes met de trailer van mij vandaan is, wilde ik dat natuurlijk. Ook al had ik pas vanochtend door dat er dus met een loting een andere instructeur aan mij toebedeeld werd. In plaats van Astrid gewoon. Ja, schatje? Maar wel goed gedaan, hè? Ja, was erg leerzaam om te doen. Ja. Oh, braaf, goed zo. Een beetje hard achterna, maar... Goed zo, voelt het je. Ja. Goed zo. Kijk ze nou staan met z'n drieën. Lief. Die kennen jullie wel, hè? Ja. Oh, wat gezellig. Hi. Hey, liefie. Kusje. Ja, daar was jouw plekje toen, hè? Kijk, het is veranderd, denkt ze. Hm. Hi, droppies. Ja, interessant, hè? Die zus. Liefjes. Hey, wil ook even kijken. Nou, hey, kijk uit dat ze niet mijn lavendel aan het opeten is. Oh. Ook al denk ik dat jij nu op mijn lavendel staat. Sorry. Nou, ik denk dat het dood is allemaal. Ik weet niet of het nog gaat groeien dit jaar. Oh, kijk ze nou. Lief. Het is zaterdag en eigenlijk ben ik dit weekend volledig vrij. Ik heb echt niks op de planning staan. En toen belde Sjoe mij. Jij belt mij altijd als ik op de wc zit. Wat? Ongelegen. Ja, altijd als ik op de wc zit, die meid. Maar goed, nu was ik net klaar. Dus kon ik je nog snel opnemen. Maar meestal, nou goed, too much information. Dat ze onderweg was, eigenlijk met iemand anders te gaan buitenrijden, maar die kreeg haar paard niet te pakken. Dus toen belde ze mij, kan ik met jou buitenrijden? Dus ik zei, nou, ik ben vrij. Maar heeft dan gisteren wel die dressuurles gehad, maar buitenritje moet in theorie kunnen. Het enige wat best wel vervelend is dat hij nog steeds geen hoefschoenen heeft en dat is wel echt nodig. Dus ga even goede paden uitzoeken en je eigen hoeven niet verder te vernachelen, hè, lieve schat. Ik heb opgezadeld, doe even een GoPro'tje op, want dat is ook wel weer even leuk om te gaan doen. En we gaan lekker een buitenritje maken, schatje. It's like we're running in circles, going around every day, getting stuck in the hurdles of yesterday. Don't you wanna go further away from the fray? Let's not get stuck in our worries. We'll make our way. Won't you come outside where the sunflowers bloom? Breathe in the air. Yeah. Look up to the moon. I'll meet you outside. A heavy bird.
but I can't relate. Do our actions even matter? Ja. Ja, maar deze is even wat moeilijker. Helemaal terug eigenlijk. Want volgens mij is dit die ene die je moet optillen, volgens mij. Oh, de bitch. Ik had geen evenwicht meer. Maar ik zou het altijd over. Oh, dit is me nog nooit gebeurd. Maar het kutte is, die moet je echt met zoveel kracht optillen. Dus ik dacht, heb ik even twee handen voor nodig. En dan loopt meneer weg, hè? Kan echt niet jij. At least now I'm feeling better. Nou, meer als Charlie dan er voorbij wil, dan laat ik Mark zeg maar een wedstrijd aan. Wij zijn net terug van de buitenrit. Ging super goed, toch, Jules? Ja! Ik was echt heel braaf. Ik ging bijna dood, maar ja, hè? Het ging twee keer heel hard omhoog galopperen. Dat vond die paarden echt veel te leuk. Jules, ik heb een leuke opdracht voor jou. Oh, nee. Ik heb het de kijkers ook nog niet verteld. Ik heb namelijk dit mooie Rad van Fortuin hier in mijn zadelkamer staan. En dit is ken je het spel, de Equi-quiz? Nee, ja. Wil je het uitleggen? Ja, ja. Nou ja, het is niet heel moeilijk. Het is een spel, Equi-quiz. Mm-hmm. Die heb ik een tijdje geleden gekregen. En die heb ik ook al een paar keer gespeeld. Superleuk spel. En nu gaan wij dus weer wat samen doen. Dus ik heb wat van Fortuin gekregen. En dan mag je er straks aan gaan draaien. En dan kan je dus een categorie, zeg maar, krijgen. En dan, ja, normaal zou je dat spel spelen, maar dat is dan niet, een beetje onhandig. Maar dan pak ik dus die categorie en dan stel ik die vraag aan jou en dan moet jij antwoord geven op die vraag. Oh nee. Dus. Oké, dus ik moet draaien. Ja, draai hem aan. Hij is niet super stabiel, dus je moet wel, je mag wel hard draaien, maar je moet niet heel... Sport en recreatie. Nope. Spannend. Ik ben afgekeurd voor de sport. Oké, dan kies ik dus hier uit het spel natuurlijk het sport. Oh, die ligt al. Oké. Klaar voor? Mm-hmm. Bij polo speel je in chukkers, periodes. Een polowedstrijd bestaat uit 4 chukkers. Hoeveel minuten en maximaal hoeveel extra seconden duurt een chukker? Mag ik het nog een keer draaien? Dat is een hele moeilijke vraag. Oké, dus bij polo speel je in periodes. Een polowedstrijd bestaat dan uit 4 periodes. Hoeveel minuten en maximaal hoeveel extra seconden duurt een chukker? A, dat is wel meer keuze. Oh, gelukkig. A, 6 minuten plus 30 seconden extra. B, 7 minuten plus maximaal 30 seconden extra. Of C, 7 minuten en geen extra tijd. Ik denk B. Ja, dat is goed. Het is altijd B ingevallen.
In ieder geval als je het niet weet. Ja, nu jij. Het langste antwoord. Nu oh, moet ik ook? Jij ook. Okay. Ja. Spannend. Ik heb anatomie. Oh, dan moet jij een antwoord. Ik heb. Je ik moet een roze kaartje. Mm-hmm. Oh, paars. Hier, pak maar ergens een paars kaartje. Paars. De vraag is... Hoeveel kilo weegt een paardenhart gemiddeld? Paardenhart. A, 2,5 kilo. Ja. B, 3 kilo. En C, 4 kilo. Ik denk 2,5. C, 4 kilo. Ja, dat is echt veel. Dat is echt heel veel inderdaad. Staat hier. Ik heb ook geen flauw idee hoe groot zoiets is. Is dat... Nou, wel iets groter dan een tennisbal, dat sowieso. Maar is dat te groot van een voetbal dan of zo? Jee, weer wat geleerd. Woehoe. High five for having fun. En iets leren. Nee, oké. Dus elke keer als er iemand hier soort van nieuw is. Nou, niet nieuw is, want she was hier heel vaak geweest. Maar als er hier iemand op het terrein is, die niet hier zeg maar op het terrein hoort. Dan gaan we even aan het rad draaien en dan gaan we een vraag stellen. Carmen elke dag. Ja, elke keer als Carmen is. Carmen! Kaartje. Dus dat is... Zeer... Oh, zijn de paarden cute aan het doen? We hebben ze even samengezet. Oh, nou ja, soort van cute. Ze staan gewoon... Oh, die kopie is er gelijk naar deze kant op. We hebben ze even gescheiden. En zij staat te wachten op haar slobber. Maar dat duurt nog wel eventjes voordat dat klaar is. Ja. Liefjes. Ik was even op de camera's de paarden aan het stalken. Zie ik opeens hier zo... Marley staan. Maar, wat doe jij hier? En hoe kom je ook hier? Je hebt het wel weer lekker gevonden, hè? Lekker dat lange gras in de tuin. Maar je mag echt meelopen. Maar je kan helemaal niet goed in gras. Hey, schatje. Hey, boefie. Ik zag dat deze open stond, dus of ik ben het zelf vergeten, of hij heeft hem open gekregen. Daarom doe ik bijna altijd deze erop als ik niet in de buurt ben. Maar ja, ik had het net even. Ik ben echt een uur geleden hier nog geweest. En aangezien ik nu de laatste voorronde ga doen, dacht ik, nou, dan laat ik hem even ervan af. Maar dat kunnen we toch niet doen, hè, zus? Alleen als ik echt hier buiten aan het rondhangen ben, dan kan hij ervan af. Anders laat het gewoon op. Tenzij ik hem natuurlijk gewoon zelf vergeten ben, want eigenlijk krijgen ze hem tegenwoordig niet echt meer heel snel open. Oh, lekker, hè, schatje. Ja, wat ben je aan het doen dan daarmee? Is dat zo lekker? Hoezo was daar ook al net mee bezig? Ik vraag me echt af of dat dan de geur is... Die dat spul, ik weet niet, volgens mij is dat best wel toxisch eigenlijk. Nou, als de kat... Oh, straks dronken gaan lopen. Als ze maar niet dood wil gaan. Maar of dat echt dat materiaal is van die sok van die schoen. Dat is best wel zacht. Maar kijk, ze gaat echt met haar hoofd gewoon in. Ik heb die schoenen namelijk nog niet uitgespoten. Dus ze bevatten nog inderdaad die geur van dat spul. Kijk die voetjes nou. Wat ben je aan het doen, Pip? Gekkie. Hé. Hey. Helemaal crazy deze meid. Oh, nog eentje denkt ze. Oh, daar is er nog één. Oh, daar stop ik nog maar mijn hoofd in. Goedenavond allemaal. Het is vandaag Koningsdag. En ik heb mijn Koningsdag op een bijzondere manier doorgebracht. Ik heb als eerste deze opgehaald. Hallo. Hij is weer thuis. Oh nee, mijn batterij is leeg. Ik heb eerst Sjoerd opgehaald. Ik ga nu de deur openmaken, want mijn batterij is bijna leeg. En daarna zijn wij gelijk doorgegaan naar een boosterlocatie vlakbij Schiphol. Omdat wij, het is eigenlijk een vaccinatielocatie, omdat wij allebei onze booster nog niet hebben. En eigenlijk wilde ik die ook niet, want ik heb corona gehad. Hoezo staat muziek hier aan? Oké, als het goed is deze batterij wel vol. Maar ik heb al corona gehad. En waarschijnlijk zelfs twee keer. Maar ik krijg mijn herstelbewijs niet, omdat ik niet bij de GGZ... GGD. Ik haal ze altijd bij elkaar. GGZ, volgens mij toch? Maar toen heb ik getest ergens anders. Dus die telt niet. Dus dat vind ik een beetje bullshit. Dus daarom wilde ik eigenlijk mijn booster niet halen. Want ja, ik vind het niet nodig. Maar ja, als we naar Griekenland gaan, hebben we het wel nodig. Sjoerd heeft het natuurlijk ook nodig. Want mijn voormalige vaccinatie die verloopt zeg maar volgende week. En we gaan waarschijnlijk ook naar in juli naar Thailand. Dus dan grote kans dat we hem ook gewoon nodig hebben. Dus we hebben hem toch maar laten zetten. Ik hoop dat ik er geen last van ga krijgen. Daarna hebben wij hier zo, zoals je kan zien, hebben wij... Een beetje huis gehouden, hebben onkruid weggehaald. Daar hebben we dat allemaal nog niet gedaan. Maar hier is er wel. Dus dat ziet er nice uit. Daar zijn we blij mee. Ik heb ook nieuwe hoefschoenen binnengekregen. Of nou ja, nieuw kan je ze niet echt noemen, want ze zijn gebruikt. Ik had voor Mar natuurlijk hoefschoenen sinds vorig jaar.
meerdere redenen. Daar was ik ontzettend blij mee. Heeft echt Marlies Hoeven er doorheen geholpen. Maar die zijn toen kapot gegaan op een gegeven moment. Ik weet niet zo heel goed waardoor het komt. Als in, is het gewoon, was het slechte kwaliteit? Of komt het gewoon door het gebruik? Want ik heb ze wel heel intensief gebruikt. Als in, met veel buitenritten en ook echt oefencrossen meegereden. Maar uiteindelijk heb ik ze misschien max 20 à 30 keer gebruikt of zo. Omdat ik ze natuurlijk maar één keer in de drie weken of zo aan had. Dus ik weet niet of dat dan echt gewoon gebruik is of iets anders. Dus ik wilde heel graag nieuwe hoefschoenen, maar dan wel andere. Hopelijk dat die dan langer meegaan. Dus ik ga bij een ander bedrijf, zeg maar, die hoefschoenen dan verkoopt. Maar ze had pas eind mei tijd om die aan te meten. Ja, ik heb gewoon niet tot eind mei de tijd. Want ik heb ze gewoon echt nu nodig voor buitenritten. En ook misschien al voor crossen en zo. Ze hoeven gaan wel super goed. Vanochtend was de hoefsmitter, of nou, de natuurlijk bekapper. En hij was echt heel erg blij met Marse hoeven. Ook op het gebied van dat schimmeltje dat er nu zat. Was echt 50% verbeterd ten opzichte van vorige keer. Ik heb ze dus echt heel erg zitten behandelen. Dus dat ga ik nog even doorzetten. En dan hopelijk dit jaar eindelijk weg. Maar ik had dus deze gekregen om dus eventjes voor de time being mee door te komen. Dus die ga ik nu gelijk eventjes omdoen bij hem. En dan gaan Sjoerd en ik nog eventjes een avondwandelingetje maken. Ik heb ze bij hem omgedaan. En er is iemand die heel graag wil ruiken. Oh, dit is trouwens nog het watje dat ik heb gebruikt vanmiddag. Dus die moet ik nog even opruimen. Maar ik heb ze bij hem omgedaan. En ik denk dat ze wat te groot zijn. Maar ik zit heel erg te twijfelen tussen maat 14 en maat 13. Omdat hij is vandaag net bekapt. Dus dan zijn ze natuurlijk weer wat korter. Ze zit een beetje tussen die maat in. Dus dat is een beetje lastig. Maar goed, we gaan toch alleen even een beetje lopen. We gaan er niet mee rijden. Want het is niet slim om met nieuwe hoefschoenen, ook al zijn deze gebruikt, natuurlijk gelijk een hele lange rit te maken. Want zelfs als je zelf nieuwe schoenen hebt en je gaat er gelijk uren mee wandelen. Dat vinden je voeten meestal niet zo heel leuk. Geldt hetzelfde voor paarden natuurlijk. Dus we gaan gewoon even een half uurtje lekker buiten door het bos wandelen. En dan komt dus eind mei, volgens mij, halverwege, ja, volgens mij eind mei een beetje, komt die mevrouw echt voor een passervice hierheen. En dan zal ik dat ook voor jullie filmen en dan kan ze ook wat uitleg geven over hoefschoenen, mocht u dat ook interessant vinden. Want voor mij, en nou, eigenlijk voor Mar dus, is het echt een ideale oplossing geweest de afgelopen tijd. En zal hij waarschijnlijk ook echt wel de komende jaren nog met buitenritten, voor lange buitenritten vooral. Ook al zijn ze hoeven wel echt een heel stuk sterker geworden. Zou die ze per se niet meer hoeven hebben voor afbrokkelen en zo, maar zolang hij nu nog dat schimmel, wow, ik sloeg vol dat touw omhoog. Zolang hij dat schimmeltje nog aan de voorkant heeft zitten, zit natuurlijk zo'n driehoekje. En ja, daardoor zit natuurlijk een soort spleet in zijn hoef. Dus als hij elke keer op iets hard staat, dan kan het best dan, en de hoef die werkt natuurlijk een beetje. Dus kan het best voor wat ongemak zorgen. Dus dan hou ik de hoefschoen nog even om, zolang hij dat schimmeltje er nog in heeft. Maar goed, dat gaat dus nu super goed. Dus dat is bijna weg, hopelijk. Met een paar bekappeurten nog. Maar ja, een paar bekappeurten verder, dat doe je om de 6 weken. Dan ben je zo een half jaar verder. Maar ooit komen we er wel. We zijn nog geen 5 minuten van huis. En Mar is echt cute. Hij ziet er echt heel knap uit. Oeh, paarden! Yeah! En het is hier echt prachtig. Kijk, al die mooie bloemetjes daar. En het hoge gras overal. Is Jordi natuurlijk. Nee, we gaan niet naar het gras toe. En we lopen van die paadjes. Kijk, het golft ook een beetje daarachter. Dat het net lijkt de hele tijd als we hier lopen, dat je door Frankrijk loopt of zo. Dat hadden we ook de eerste keer dat we hier liepen, toen we hier gingen wonen. Dus aan de ene kant heb je het bos, waar we heel graag komen. Maar als je even geen zin hebt in het bos, dan is het ook gewoon de andere kant op heel mooi. Gewoon allemaal van dit soort paden. Het is wel allemaal steentjes, dus de hoefschoentjes komen nu zeker van pas. Ik heb wel echt het idee dat ze veel te groot zijn op dit moment. Dus dan moeten we even gaan kijken, want ik weet niet of ik het dan met een buitenrit ga gebruiken. Maar het is helemaal een heel perfecte avond. Wow, zo'n wandeling. Ja, het is wel een beetje frisjes. Maar goed, winterjas aan en gaan. Kijk hem lopen, hoe stoer die is. De hals erop. Zo knap jij, hè? Ga je even niet op je eigen paard zijn?